Nou, ik heb al heel veel dingen, maar ik zou voor mijn verjaardag... Nou, een mooie grote bos met rode rozen. Wij vroegen 100 mensen, wat wil je dit jaar voor je verjaardag? Ik ben eigenlijk een gelukkig mens, ik heb al heel veel. Ik hoef niks, ik heb alles. Dat wat we willen en wensen, dat kopen we eigenlijk dan altijd al. Ik heb eigenlijk niet veel te willen. Geen idee. Als je wat ouder wordt, zelf heb je alles. Oh, vraag nooit cadeaus. Ja, weet je, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik heb nooit zoveel wensen. Geen idee, ik heb mijn verjaardag is net geweest. Ik weet al 5 jaar niet wat ik voor mijn verjaardag wil. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik had eigenlijk besloten om mijn verjaardag niet meer te vieren. Ik heb eigenlijk alles wel, een soort van. Niks, ik heb alles al. Ik heb voor het eerst zeg maar geen verjaardag gevierd, maar gewoon een dag voor mezelf genomen. Ik ben echt net verhuisd, dus ik heb echt stomme dingen gevraagd als een plant of zo. Nou, een tuinhuisje staat op mijn verlanglijstje. Ik heb het net gehad, een kloofmachine. Kookcursus voor mijn inductieplaat. Het is eigenlijk gewoon een normale deken, maar als je jezelf dan erin oprolt, heb je het gevoel dat je een burrito bent. Gewoon een fles drank. Nou, ik wil eigenlijk een nieuwe koffer. Een handbagagekoffer. Iets van Rituals. De Pandora-ring, daar wacht ik echt al 3 jaar op. Ik denk sieraden. Nieuwe bedeltjes voor aan mijn Pandora-armband. Een nieuwe tas, maar die heb ik al gekocht. Ik ben altijd wel gek op kleding, dus... Ik zou graag een mooie nieuwe wielenbroek willen. Als ik echt onbeperkt budget, dan zou ik zeggen een elektrische auto. Tweedehands auto of zo. Een nieuwe fiets. Ik wil geen geld zeggen, want dat is stom. Geld. Ik ga sparen. Geld. Geld. Gewoon echt heel veel geld. Gewoon geld. Ja, ik denk dat ik geld wil. Een beetje geld om te sparen om te kunnen reizen, ja. Geld om waarschijnlijk nog meer te kunnen gaan reizen. Misschien een nieuwe computer, want ik heb deze al 6 jaar. Nintendo Switch. Maar misschien PlayStation of zo. Een microfoon. Iets van een DVD. Nou, ik hoef niet echt iets materieels. Ik denk gewoon, ja, iets leuks met familie. We gaan dus alle lekker een dagje weg naar de Efteling of naar een dierentuin. Hooguit uit eten. Een leuk reisje. In ieder geval met elkaar zijn en een groot feest vieren. Een goed feestje met leuke vrienden. Liefst zou ik eigenlijk hebben dat gewoon heel de familie bij elkaar komt. Theater of iets waar ik blij van word. Als je bezoek krijgt en de mensen komen uit overtuigingen met hun hart. Gezellig met elkaar een spelletje doen vind ik het leukste. Een ervaring. Nou, als ik alles wil, dan wil ik gezondheid voor mijn man. Een verrassing. Het moet gewoon verrassend zijn. Gewoon een kaart met een blijk van waardering. Om mezelf willen. Ja, ik zou wel echt lekker om mezelf willen. Een paard het liefst. Een film uitbrengen met je. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Like even hieronder en abonneer en druk even dat belletje aan, zodat je precies weet wanneer wij een video uploaden. En dan zien we jou bij de volgende video.